Danny, wanneer heb je voor het laatst linksbuiten gespeeld? Vroeger, toen ik klein was. Op het WK denk ik, speelde ik vrij ver naar voren ook. Ook bij de club mag ik aanvallend meedoen, maar ja, in zo'n wedstrijd ligt er zoveel ruimte en dan moet je hem ook benutten als je dat kan. Vind je het lekker? Zou je daar voorin hangen de hele tijd? Het is een andere rol weer dan ik gewend was. Maar ja, wat ik zeg, als de ruimte er ligt, dan ga je. En telkens als we de bal verloren hadden, zaten we er bovenop om de bal zo snel mogelijk weer te veroveren. Dus zo konden we veel op hun helft spelen. En ja, dan is het lekker ook als je jongens voor je hebt die veel naar binnen spelen. En ja, dus ik denk dat het een prima wedstrijd was. Hoe was het om weer eens een keer voor die goede oude steek te staan? Sorry? Hoe was het om weer eens voor die goede oude steek te staan? Ja, goed. Leuk. We hebben gewoon drie topkeepers. En ja, ik ken Maarten natuurlijk van vroeger nog, dat ik net bij Ajax kwam. Of in het eerste kwam. Dus is een goed gevoel. Gewoon veel ervaring achter je. Dat is altijd fijn. Goede scoren, goed spel. Wat zou je nog willen verbeteren als je een verbeterpuntje moet aanstippen? Dat we tot de rust en tot het eind 90 minuten lang geconcentreerd moeten blijven. En toch een paar kleine momentjes dat het misschien iets minder was, dat ze een mogelijkheid krijgen. En dat zijn de kleine punten die eruit moeten. En het is ook goed dat we na die 2-1 gelijk de knop omzetten en de 3-1 maken. En nu kunnen we met vol vertrouwen naar maandag.